Waarschuwing. Deze gebeurtenissen vonden plaats in Amsterdam op zaterdag 28 september 2019. De makers van deze film raden je sterk aan om met je vrienden naar de bioscoop te gaan. Laat je ouders thuis. Dat is voor iedereen beter. Het spel duurt 24 uur en je kunt het niet stoppen. 24 uur. Ik kan niet. Ik heb morgen een etentje. Mijn vriendin is jarig. 5 vrienden. 13 opdrachten. Ik heb iets, jongens. Ik heb een opdracht. De raarste film die je ooit gaat zien. Really? God damn it, Brandon. Echt fucking raar. Je bent zo jong. Zo niet roepen. Hey. Hey. Rustig. Opdracht gehaald. Ja, hier ben ik blij mee. Er is ook een diepe levensles. Je kunt dansen zonder schaamte. Niks doet jou nog pijn. Nieuwe schoenen rennen harder. Altijd als eerste op het plein. Vind ik jou, Vin. Vind de pillen. Maar vooral veel van dit. En dit. En dit. Ik word direct gedrogeerd. What the? 13. Gefilmd in 24 uur. Dit is pas echt gekke werk. Vanaf 31 oktober in de bioscoop. Dus niet op YouTube, sukkels. Nee. Koop je tickets nu. Is dit nep of zo? Wat gebeurt er? Wat? Dames en heren, dat was hem dan. Mijn naam is Calvijn en dit was de trailer van mijn allereerste bioscoopfilm. En leuk weet je, hij is gefilmd binnen 24 uur. Je denkt het is onmogelijk, maar het is gelukt. En we zijn er bijna, want ik heb iets heel belangrijks te vertellen. Namelijk, kijk in de beschrijving van deze trailer en check daar waar je de film kan zien. Bij welke bioscoop, Pathé, View, Kinopolis, wherever, waar je ook woont in Nederland. Ga checken en koop een kaartje, want vanaf 31 oktober kun je hem gaan bekijken bij jou in de bioscoop. Hij komt niet op YouTube, hij kan alleen te zien zijn in de bioscoop. Dus doe dat vooral, koop je kaarten en laten we samen deze missie voltooien. En daarom heb ik ook Stefan van StukTV en die gaat jou vertellen ook waarom je het moet zien. Doe het gewoon. Het is bizar. Het is bizar. Laat je ouders thuis. Laat je ouders thuis. Ga met je vrienden en vriendinnen. Ga met je vrienden en vriendinnen. Want het is echt bizar. Ik ben trots op jou, jongen. Dankjewel. Lekker gedaan, Pik.